vond je... Ik heb alleen een Harry Potter intro erin bewerkt. Verder niks. Dit was mijn geheime kamer. Dit was ons poephuis. Oh, ja. Hier moesten we gezamenlijk, hier moesten we poepen. En het zit nu vol met water, omdat jij zo kut tegen me deed. Ja, dat verdien... wacht. Dat verdien je ook. Nee, dit is gewoon terecht, sorry. Dit was gewoon echt terecht. Het is ons poephuis en jij verneukt het weer. Oké, okay, we kunnen het opbouwen. Ja, ik ga weg. Doe het lekker zelf. Jij hebt hem kapot gemaakt. Jij hebt hem kapot gemaakt. Jij hebt... Ik bedoel... Oké, okay, nee, we gaan het samen opbouwen. En, omdat het fucking ons huis is. Wij zijn Ik vlieg zelf. Wat? Wat? Dit was gewoon jouw schuld. Nee, jij zat mij uit te dagen. Het was gewoon jouw schuld. What the fuck is dat? Maar ja, we gaan opbouwen, oké? Ja, leuk. Je kan wel kijken wat is dat en dan weer... Dit is Dave, hoor. Dit is Dave. Het is Dave niet. Ja, ik snap dat het niet Dave is. Dit is toch Dave's plan? Dit is toch Dave's script? Nee. Dat is... Oh, Dave's script. Wat hoor ik voor orgasme geluid? Oh, wie komt hier aanlopen? Er komt hier iemand aanlopen? Oké. Oké. Wie komt? Zijn niet. Ga naar boven. Oké. Het is politie. We kunnen niet naar boven. Ga weg! Ik ga naar poephuis. Praat jij maar lekker met Hallo. Ik ben niet thuis. Hallo, meneer. Meneer! Fuck hem, meneer! Ik hoorde dat die klachten waren. Ronald, waar ben jij? Nergens! Waar is de ene Ronald Fledder? Ja. Waar is de ene Ronald Fledder? Ik ben... Hallo! Ik ben niet Ronald Fledder, waarom sla jij mij? Ga weg, jongen! Jij bent Ronald Fledder. Waar is Ronald Fledder dan? Ik ga weg. Waarom heb je Ronald Fledder nodig? Waarom heb je Ronald Fledder nodig? Ronald Fledder heeft het huis in de fik gezet. Oh, dat was en JP bedreigd. Ik kwam omdat hij JP bedreigd had. Hij had toch brandgesticht? Maakt niet uit! Hij heeft ook het huis in de fik gezet. Oh, hou je aan het script, Nick! Fuck ja! Okay. Heeft hij het huis in de fik gezet en JP bedreigd? Ja! Oh, nee! Oké. Hallo, waar kan ik je mee verdiend zijn? Ronald Fledder. Hey, what the fuck? Nee! Oké, dit was genoeg straf. Nee. Ik ga weer terug. Nee. Edgar, via de lift. Ik ben niet eens ondervraagd, man. Wat is dit voor kutagent? Oké. Hey! Ik ben weer... Oké. Ik heb Hij zit daar achter me aan, Ronald! Oké, waar ben je, agent? Waar ben je? We wachten hier in het huis. Nee, ik wacht wel even bij je auto. Ik ga wel even kijken wat het is. Goed. Waarom ga je bij mijn auto? Dat is gevaarlijk. Nee, ga daar niet naartoe. Nee, please. Wat is het een mooie auto? Nee, ga weg. Waarom heb je... auto. Nee, alsjeblieft. Waarom heb je zoveel kleine kinderen in je auto? Even serieus. Nee, niks. Hij is toch politieagent? Please. Zal er geen licht? Je hebt een hond. Waarom... Waarom worden de kinderen hier betast? Ze hadden geen fietspel, en dat is heel gevaarlijk. Nee, hey, wat doe je? Bij de achterkant. Hier, kijk. Ze hadden allemaal geen fietspel. Hey. Waarom staat de zombie bij de achterkant? Ja, dat is geweest. En waarom stellen wij meer vragen dan deze incompetente agent? Wat is dit? Dat deze incompetente agent geen idee heeft wat jullie hebben gedaan. Omdat de radar heel erg ruiste en zo. Oh, radar ruist. Radar. Ja, radar. We hadden een radar, zeg maar, waar we mee spraten. Oké, maar wat wil je nou? En ik wil het oppakken. Ik heb allemaal overlast gehoord en zo van anderen. Van wie dan? Zou ik van JP. Zou ik meer informatie mogen? JP. Ik zei toch dat omdat jij JP bedreigd had, dat hij jou zou komen ophalen.
Ik bedoel, ik wil niet zeggen dat jij JP bedreigd hebt, maar je had JP bedreigd, snap je? En dat kan gewoon niet door de... Ja, maar ik haat JP. Sorry, ik heb hem niet bedreigd. Wat heeft JP gedaan? Wat heeft JP gedaan? Oké, hij valt mij altijd lastig met zijn Edgar feitjes en dan scheld ik hem uit. Ik had hem vorige keer had ik een bedreigd via de telefoon. Ja, zie je? Hier, zie je? Dat mag al niet, hè? Dat mag al niet. Kom maar mee. Nee, hey! Oh! Oh, wegwezen. Oh, hoe kom jij hier? Ik ben een geest. Hij is Voldemort. Hallo. Hij is Voldemort. Voldemort. Ik heb een topneus op. Oh mijn god. Wat is Voldemort? Maar jij bent toch agent? Nee, ik ben Voldemort de agent. Oké. Wat is dit voor kutzooi? Dave! Hey! Kut, Dave. Nee, wat de fuck? Nee, man! Oh. Ik kidnap jou. Oké. Ik kidnap jou. Oké, kom mee. Nou, Edgar. We hebben hij is in de lava, jong! Gekidnapt in de lava. High five. Ja, maar, wacht even, je doet het verkeerd. Oh. Ik heb hem gekidnapt. Ja, oké, ja, dat moet ik. Ja, nee, maar even serieus. Hij is in de lava gedumpt. Dus we zijn van hem af. Het slechtste karakter van. Heel fucking Dave's script schrijf shit. Hij was gewoon noob. Ja, ik bedoel, ik weet niet hoe wij... Ik bedoel, dit zou ik ook volgens het script, of niet? Ik weet niet hoe dat zit, maar... Volgens mij, hij werkte ook niet mee en zo. Hij werkte niet mee en... Hoe kom ik hieruit? Hij werkte niet mee en ik heb een zwaard. Ik heb Spawn Wolf Egg. Ja, nou hoef ik alleen nog maar botten te hebben en... Hier, je kan hier wel uit. Oh, nice. Hij was gewoon echt een faal karakter. Ja. Het was echt een kut karakter. Je had er gewoon echt geen zak aan. Wacht even. Ik heb één ladder. En jij probeerde het nog leuk te maken. Ja, nee, ik volg het script gewoon, weet je. Ja. Maar we kunnen gewoon helemaal niks met dat karakter, Ronald. Dus, we hebben jongen. We hebben hem gedelete. Jongen, ik ben niet blij. Luister eens. We hebben hem wel. We hebben hem net wel gekidnapt. En toen. Toen in lava gedumpt. Ja, maar nou hebben we zijn karakter gedelete dan. Ja, denk het wel. Maar we gaan nu eindelijk... Ronald, wacht even. Is Dave daar wel blij mee? Want dat denk ik dus. Ik dacht het net ook al. Hè? Want zo'n gedachte blijft even in je hoofd hangen, weet je. Maar ik bedoel... Kijk, heel de JP-storyline dat jij hem bedreigd hebt en zo. Want dat was gewoon volgens het script. Dat kan nu helemaal niet meer doorgaan. Dus dan moet Dave weer een helemaal nieuw ding schrijven, weet je. Dus misschien zijn we best wel verneukt. Wat we ook kunnen doen... Is wat? Scheid aan het script hebben. Ja, maar... Ik bedoel, Dave is almachtig. Dave is dude, al... Dude! Ah, kut Dave! Ik dacht al, wat zit je weer in zo'n kuttrans? Oh ja, dat is echt gewoon Dave weer. Ja, vorige keer heeft hij ook mijn trailer verneukt, hè. Deze keer niet, maar de vorige keer wel. Ja, ik vond het ook echt... Asociaal. Ik vond het echt een kut trailer. Mag ik dat zeggen? Ja, dus hij maakt ook een spelfout, hij had hem echt verneukt. Hij had het zelf een typfout gemaakt. Een typfout, ja, ik had het gezien, ja. Ik vond het echt kut. Ja, who am I to judge, Ik wil je wel bedanken, maar inderdaad. Ja, het was echt een beetje jammer. Een beetje triest. Alleen, ja, we hebben nu die politieagent verwijderd. Ik heb wel nog een diamond sword. Hoe maak je ook weer een ladder? Oh ja, zo. Ja, iets met, I don't know. Hoe maak je een ladder? Ja, ik heb hem. Oké, maar we moeten even ons huis wel opbouwen, want sowieso jouw Justin Bieber post moet terug. Ja, dat... Die had ik van ons kapot gemaakt. Ik wil nog sorry zeggen van de weg van het huis. Ja. En ik ga mijn eigen privékamer maken. Ja, maar die hadden we al, totdat jij hem ging slopen. Nee, dit wordt... ik ga een nieuwe kamer, ik wil een flat screen erbij. We kunnen ook de prinsessenkamer gaan maken, boven in de... In de epische adventure map, jump map. Ja, kan inderdaad. Ja, dat gaan we doen. Prinsessenkamer, kom je mee naar boven? Jong! Ik kan niet meer springen en ik val dood. Dus ik moet met de lift naar beneden. Dus je weet wat dat betekent, Edgar. Ah, lift muziek, ja! Oké, daar gaan we. Ja! Maar ja, nee. Stil, zei ik. Hou je bek. Oh, sorry. Lift muziek. Ah, fuck! Sorry, ik moet stil zijn. Kut, kom ik hier. Oh ja, ik ben eruit. Ja, je mag weer praten. En ik moet nu weer naar boven met de lift.
Ja. Ik zit stil. Als ik in de lift ben. Ik ben toch stil! Nee! Oh, sorry, ik mag niet pijn. Godverdomme. Ja, maar... Ik ben toch stil? Holy fuck, jij dat geluidje en een zombie ging helemaal met zijn hoofd bewegen op hetzelfde beat, zo. Drop the bass. Maar dit wordt dus een prinsessenkamer, wat zie je? Nee jongen, die moet daar boven helemaal in die toren komen, maar ik kan hem niet uitspelen, want ja, weet je, het is gewoon... Jij moet eigenlijk gewoon dood springen. Om het zo te zeggen. Fuck you! Ik had fucking veel spullen! Dan ga je met de lift. Maar jij hebt deze keer geen liftmuziek, omdat ik er niet bij ben. Stil, liftmuziek. Yeah. Nee. Ik hoor hem niet. Ja, maar er zit zware dubstep in de lift. Waarom had ik dat dan niet? Ja, weet ik veel, maar bij mij zat er zware dubstep in, Ronald. Ik weet ook niet hoe dat zit. Net zoals... ja. We gaan een huis bouwen! Er zat wel vertraging in. Ja, sorry. Maar ja, ik ben helemaal naar de top. En we gaan een huis bouwen. Sorry. Ja, maar hoe heette die faalkarakter ook alweer? De faalkarakter? Ja, het was een agent. Verder weet ik het ook niet. Ik weet het niet meer, trouwens. Ja, het was iets met een agent. Of was het een ziekenhuis? Een dokter, een ziekenhuispersoneel. Oh, dokter. Shit. Volgens mij heeft Dave ons hersenen... Lang leven, creepen de creepen. Echt de ender trekken. Ging dat weg? Ja, sorry, ik ben geschiedenisleraar, dat mag ik te zeggen natuurlijk. Ja. Nee. Nobody heard that. Ik heb de puzzel een beetje verneukt. Hoezo heb je hem verneukt? Jij verneukt ook alles, Ronald. Je verneukt ook alles. Zegt iemand die de puzzel de vorige keer in de fik stak. Nee, dat was jij. Dat was jij. Dat was jij. Dat was jij. Even serieus. Even serieus, ja. Serieus. Dat was jij. Dat was jij. Nee, dat was... Je hebt de puzzel verneukt. Je moest naar binnen. Oh. En dan ga jij het verder bouwen. Wat is dat nou even kut gedoe? Weet ik veel. Damn. Dat zijn de logics of Minecraft logics. Hashtag Minecraft logics. Ik voel een Edgar's feitje aankomen. Of wil JP niks meer met ons te maken hebben? Ja, JP die heeft vakantie. Hij was helemaal overstresst, maar ik kan hem best doen. Oké, komt ie. Het echte Edgar's feitjes. Het is natuurlijk niet precies hetzelfde deuntje, maar ja, ik kan het ook niet nadoen als JP er niet is, hè. Ik bedoel, ja, dat ligt gewoon daaraan, dus... Edgar's feitjes. Ja? Hallo? Edgar! Welk feitje gaan we dit keer doen? Oh, ik Het karakter van aflevering... Wat? Nee, wow, what the what fuck? Hoezo sloeg jij zo... Hey, ik heb het overleefd. Ah, yes. Internet, what a 2OP. Je internet viel net een beetje uit, dus ik hoorde je niet. Sorry. De toring in de kabel. Kut, Dave. Fix het. Dave. Heeft hier niks mee te maken. Dave is almachtig. Oké, hou je mond maar. Oh, hey, Ronald. Hey, waar ben je? Ja, ik maakte puzzel... Best Survival Couple deel 1 opnemen. Gozer, dat hebben we al lang gehad. Hey Ronald, zullen we Best Survival Couple deel 1 opnemen? Je moet even slapen ofzo, je bent een beetje gestrest. Ja, ik denk het man. Ik word ook heel tijd gehackt en zo, maar ja. Ja, what the fuck? Heb jij je wachtwoord gegeven? Nee, ik heb niet mijn wachtwoord gegeven. Ik bedoel, mijn wachtwoord is wachtwoord 1. Je bent gehackt door Dave dan, nu. Ja, maar... Nee, je hebt nu via de script het lopen zeggen, dus ik snap je niet. Oh. Oh, fuck! Ik ben doodgaan! Ronald? Ja? Ronald, ik... Wow, Ronald! Wow! Wat is er? Weet je wat ik opeens in mijn inventory heb? Waar ben je dan? Ronald, ja, ik... Ik heb het nu niet meer... Oh, ik heb het weer in mijn inventory! Wat? Het gaat niet weg.
Die items die staan hier los van. Oh. Ik kan het niet laten zien, maar... Het heet het script van Dave. Oh, gooi snel, voor mij is dat... Ik kan het niet weggeven. Dan moet ik je doodslaan. Ja, dat werkt niet, want ik ging net ook al dood. Het zit in mijn inventory, het heeft zo'n vakje gevuld. Nee, FC, dus wacht maar, laat me even ten. Script van Dave, je wordt gehackt en je hebt in één keer script van Dave binnen. Ja, ik heb het script van Dave. En doodgaan heeft geen zin, kijk. Oh. Hier, ik respawn dan en dan heb ik weer gewoon een boek. Oh, ik geef hem. Oh nee, script van Dave. We'll be right back.